Dit hier is Timo en Timo doet dan honkballen, hè? Ja. Wat gaat er mis? Met mijn pitch. Je pitch? Mijn pitch. Wat is dat? Als ik hard gooi naar de slagman, dan gaat de bal niet zo goed. En als ik zacht gooi naar de slagman, dan gaat de bal wel goed, maar dan is het heel erg makkelijk om te raken. En jij bent nummer 1 in het team die moet pitchen? Ja, ik denk dat ik wel de eerste pitcher was die er was en daarna zijn er nu meer gekomen. En je wil die positie nu gaan houden, ja. Je wil gewoon de beste gooier zijn die er is. Nee, ik snap het wel. Ja. Hey, heb je gezien wie daar staan? Ik had Kalian en Dwayne. En daar heb ik een afspraak mee, want die gaan jou helpen. Kom, ga naar ze toe. Kalian Sams is een van de beste honkballers van Nederland. Als international voor Oranje deed hij het ook wel aardig. Een home run. Een Grand Slam home run voor Kalian Sams. En ook Dwayne Kemp is een Oranje international. Jeetje, wat slaan die mannen hard. Hoog de bomen in, 2-0 op de home run van Dwayne Kemp. Hoppakee, heerlijk. Hey, hoe is het? Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel even wat je probleem is. Met pitchen, als ik dan de bal hard ga gooien, gaat de bal nooit goed over de plaat heen. Ja. Is het moest handig om het kindje laten zien wat je in huis hebt? Ja, is goed. Ja, ik wil het wel zien. Even doen? Ja, zeker. Ja? Yes, de bal wil je zo vasthouden. Over 4 naden noem je dat. Dus het is 1, 2, 3, 4. Als je de bal loslaat, gaat die bal over 4 naden heen. Duim op de onderste. Deze 2 eroverheen. Als je hem over 4 naden gooit, blijf je zo recht mogelijk gaan. Als je hem zeg maar zijwaarts vasthoudt, zal je wat effect hebben. Dat wil je juist niet hebben. De slagzone waar je de bal wilt gooien is over de plaat. En bij de slagman moet de bal bij de knie tot de elleboog. Oké, de wijdte van de plaat, knie tot elleboog, is waar de slagzone zit. Dus in dat boxje wil je de bal gooien. Slagzone? Ja, slagzone. Ik heb iets meegenomen, dan kunnen we gaan oefenen. Loop maar even mee. Ik heb hier een plexiglas. We gaan nu de slagzone uittekenen voor jou, waar je de bal hoort te gooien. Vanaf jouw kniehoogte, ongeveer hier, elleboog, ongeveer op deze hoogte. En hierin gaan we proberen te mikken. Ja. Ik voel dat hij ietsjes te vroeg losliet. Ietsjes te vroeg. Zullen we gaan kijken? Kom, kijk. Probeer als je je aangooi maakt, dat je naar voren blijft gaan, in plaats van naar achter. Gaan we. Yes, goed zo. Perfect, man, perfect. That's it. Ja. Heel goed, heel goed. Dit is goed. Nee, dat was een goeie. Goeie strijk. Ja. Timo, we gaan iets toevoegen nu. Je stap, als je naar de catch toe stapt, mag ietsjes verder. Je maakt nu een vrij kleine stap. Zet hem hier neer. Probeer hem iets meer hier te zetten. Goed zo, goed zo. Dat is goed. Laatste mooie bal. Yes, heel goed gedaan. Netjes. Heel goed gedaan. Nou ja, dit is toch maar plexiglas natuurlijk. Ja. Maar hoe gaan we het met de finale doen? Is het eigenlijk het mooiste als iemand echt kan wegslaan natuurlijk die bal. Dan ga ik slaan op jou. Als de bal in de slagzone komt, dan zal ik hem slaan en zo niet, sla ik hem niet. Oh! Hey! Timo, is jouw probleem opgelost? Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook, hè? Ik denk dat jij nog wel de eerste pitcher blijft, toch? En we gaan even naar een spelletje gezellig. Een spelletje, ja. Timo, dankjewel, man. Ja. Hop, loop je zo mee? Yes. Ja. Gedaan, man. Ja. Mannen, je ziet daar een bal. Achter dat doek met die bal, daar liggen alternatieve ballen. Achter die foto van die knuppel, daar hangen alternatieve dingen voor te slaan. Jullie mogen alle twee 3 keer slaan en alle twee 3 keer gooien. En het gaat erom... wie het verste kan slaan. Ga jij vast iets uitzoeken voor hem waar hij mee moet slaan. Ga je gaan. Oké. Ik heb iets moois. Ben je ready? Waarom ga je het achter je rug? Ja. Tandenborstel? Daar ga jij mee staan. Maar waar gaat hij mee gooien? Dat mag jij doen. Ja. Nou, hou jij mijn tandenborstel vast? Ja, tandenborstel. En daarmee moet jij slaan? Ja. Oké. Alsjeblieft. Ik ga niet veel worden. Doe eens. Ga maar staan. Je gaat zien. Ronde 1. Kijk hoe ver je komt. Nou. Niet... Dat was meer hand dan tandenborstel. Nee, tandenborstel. Niet gek hoor. Heel goed. Je bent sterk. Je bent toch een sterke gozer? Lekker breed. Dat is een hele domme keus. Jij gaat hiermee slaan. Jij weet niet hoe dit voelt. Geen probleem. Geen probleem. Doe maar even. Oh. Kijk, in honkbal als je 3 keer misswingt ben je gewoon uit, hè? 2 slag. 2 slag. Kom de laatste. De allerlaatste. Kom hier. Drie klap! Ja, dit is... Ja, kijk uit hoor. Ja. 1-0. Nog een keer. 1-0. Ja. Shit. Dit wordt niks. Bram hoor. Jij moet slaan. 1. Ah. Hey, waarom gooi je zo hard in? Vind je het hard? Waarom gooi je erin? Mijn excuus. Ik dacht je rustig voor jou gooi? Ik dacht je international was, sorry. Komt international. Hier, wegwezen met de bal. Oh, ga maar halen. Afgelopen. Ik raak hem, jongen. Hier, backflip voor jou. Hier. Kunnen we die laatste overdoen? Nee. Als hij verder slaat als het eentje, ja, dan heeft hij gewonnen. Misschien een iPhone, die kan je gewoon... Ja. Oh. Schat, ik ben er nog. Hij heeft gemist. Nee, schat, jij mist gewoon 2 keer. Hey, pak gewoon een knuppel. Hij gaat de knuppel gebruiken, want daar kan niet... gewoon een beetje dun voor hem. Zo'n kleine knuppel, dit. Ja, ik gooi het op je. Ah. Nou, zet het je licht achter. Zet het je achter. Wat is dit, Dwayne? Ik heb nog iemand die hulp nodig heeft van jullie. Ga je mee? Okay, yes. Mannen, dit is Delano. Nou, ik hoef je deze mannen niet meer voor te stellen. Je hebt een probleem, hè? Een honkbalprobleem, toch? Ja. Wat is het probleem? Nou, tijdens de wedstrijd is mijn concentratie steeds weg. Dus tijdens de wedstrijd is het best moeilijk om te slaan. Weet je wat we gaan doen? We gaan even een wedstrijd nabootsen. Ja. Goed? Kom, ga jij met die kant op. Pinda's te koop! Pinda's te koop! Pinda's te koop! Gaat-ie! En raak hè, die bal. Kom aan, Delano. Ja. Is niet goed. Vind je het lastig? Beetje afgeleid. Door wie? Ja, wat doen we daar nou aan? Wat is je favoriete liedje? Watch Me Whip. Ja? Oké. Watch me? Watch Me Whip. What? Ja, die ken ik hoor. Watch Me Whip. Ja. Nou, wat je dan doet? Je zingt je eigen liedje in jouw hoofd. Nou, Watch Me Whip. Whip. Nu jij? Watch Me Nene. Oké dan. Watch Me Whip, Watch Me Nene. Nou, tegenwoordig, ik weet niet wat ze allemaal maken. Maar ja? Als dat gaat helpen, prima. Misschien Oya Lele. Ja, ik heb Oya Lele. Ja, kijk. Nou ja, dat is je concentreren. Maar hoe doet hij het verder? Ja, ik zag wel een paar kleine dingetjes wat je kan verbeteren. Oh. Voor mijn gevoel sta je iets terecht op. Sta maar hoe je altijd staat. Kijk, zie je met je elleboog. Als jij nu een swing moet maken, moet eerst je elleboog naar beneden. En dan kom je onder de bal. Maar als jij klaar staat, zij is klaar. Ja, elleboog iets naar beneden. Niet zo naar beneden. Ja, knuppel omhoog. Nu kan je gelijk vanaf hier rechtstreeks naar de bal. Ja. En dat wil je hebben. Ben je er klaar voor? Blijf staan en niet bewegen meer verder. Juist. Voilà. Tot nu toe gewoon 2 uit 2 ook even. Goed zo, attaboy. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat je misschien wat onzeker was over je houding en of je het wel goed deed? Of je, weet je wel, want dat kan ook. Want je slaat nu vele malen beter. Maar misschien was dit mazzel hebben. Maar laten we het nog 1 keer doen. Een soort finale. Krijg je 3 ballen. Dan moeten er in ieder geval 2 raak van zijn. Ja. Kijken. En slaan. Op de 50. Oh. Pinda's te koop. Kijken. En slaan. Pinda's op de 50. Oh. Goed, Delano. Elleboog naar beneden. Nog 1 keer raak. Ja! Goed zo! Ja, die derde ook. Kom aan, Delano. Die derde kan je ook. Oh. Nou, was die whip. Dit is goed, hè? Dit is fantastisch, hoor. Daar hoef je helemaal geen zorgen mee te maken. Is jouw probleem een beetje opgelost? Ik denk het wel, hè? Goed zo, man. Goed gedaan. Heb ik jullie nog even nodig voor een leuk spelletje? Voor dit volgende spel brengen we eigenlijk min of meer het konijnenknallen weer terug. Kijk, konijnenknallen? Ja, precies. Nou, maar dit keer doen we het met een aap. Als het jullie lukt om in 1 minuut hem 5 keer te raken, dan krijgen jullie als beloning dat jullie de quizvraag mogen zien. 3, 2, 1, start! Daar gaan ze hoor. Oh, dat is niks. Tot nu toe nog niks raak en gespeeld al 3 seconden. Het gaat lekker. Hartstikke goed, hartstikke goed. Het moet beter. 5 keer raak, dat vraag ik. Ja. 5 keer. Ja. Hoeveel keer hebben we er geraakt? 1 keer tot nu toe. Kom op jongens, kom op. Kom op. Stand 31 seconden. Dat moet sneller mannen, dat moet sneller. Kom op. Rammen met dat ding, rammen, rammen. Oh, joh, hij is goed vast. Ik ga hem daar staan. Jongens. Kom op, kom op, kom op, kom op. Uit je handen. 5, 4, 3, 2, 1 en stoppen maar. Groot applaus voor de aap. Ja. Maar 1 keer raak. Wie van jullie had hem raak trouwens? Ja, helemaal niks. Helemaal niks. 1 minuut niks. 1 minuut, helemaal niks. De quizvraag die is gewoon lekker voor mij. Ja, doe dat. Ja. En dan heb ik nog 1 dingetje voor jullie. Dat is, nou kom, loop even mee. Dames, jullie hadden... een wens. Wij wilden heel graag een keer tegen die jongens spelen. Dat kan, dat kan. Is het dat dan, dat kan? Ja, zeker. Nou, het kan. Kom maar, meiden! Die dag 2? Ja, dat zijn er veel. Nou, veel succes, zou ik zo zeggen. Ja, 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 ja. Veel succes. Ja, doe ik even de quizvraag. Er was ooit bij honkbal iemand die het hardste heeft gegooid, zodat de bal het snelste ging. En de vraag is nu, hoe snel heeft hij dan wel niet gegooid? Als jij dat denkt te weten, ga het onderstaande adres. En wie weet win je wel deze prachtige sepsporttas. En het gaat om hoeveel kilometer per uur. Zeg heren, zijn jullie er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Oké, begin maar. Oh, nee. Sammy, Sammy, Sammy naar 3. Ga naar 2, ga naar 2. Sammy naar 3. 1 Sammy, 1 Sammy. 1, 1, 1, 1. Zeker, 1. De eerste plek. Hey, go home, go home. Nee, je moet naar thuis, Tom. Nee, jij moet naar thuis. Ah, je zegt er weer. Ik zeg, ik pak de bal. Je zegt er maar, je gaat naar thuis. Ik stel voor dat zij nu slaat. Dat weten zij niet, maar dan stormen jullie met z'n allen naar het eerste hol. Hé, wat is dit? Hallo. Wat gaan we doen? Wat is dit? Niks. Ja, hallo, dat rennen. Ja, kom maar, jongens, kom maar. Nu. Kom aan, kom aan. Door. Ja, en naar binnen. Stop weer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we gaan disselen. Het staat inmiddels 4-0. Ik ga niet verliezen. Wat? Ah! Heb je niet? Oh. Nee, heeft niemand gezien. 4-1. Is het 4-1 of 4-4? Ja. Oh, gaat-ie. Ah! Lopen. Kom maar. Maak een 4-3 van. Lopen, Sammy! Ja, kom maar. Kom maar. Ja! 4-3. Laatste bal. Kom maar, dames. Als hij slaat, dan neem jij dat honk mee. Ga je heel goed opletten. Opletten dan, dames. 4-4. Gaan we. Over iedereen heen, weet je wat? 4-3. Nee, dat doet het. Ram dan. Hey. Hey. Thuis! Waar is die bal? Gaan! Lopen! Naar het thuisfront! Lopen terug! Naar het thuisfront! Ja! Dat is eigenlijk gelijk, maar dat is toch ook goed? Ja. Jullie hadden al hartstikke goed. Kijk, jullie ze hadden natuurlijk wel moeten winnen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus eigenlijk applaus voor jullie. En heel groot applaus voor de toppers van vandaag. En jullie ook bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.